Lievissen, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand april. We gaan even kijken voor het collectief, de vissen. Wat is er belangrijk op dit moment? Wat is er aan de hand voor het collectief, de vissen? Zo, even kijken. Probeer controle los te laten in een bepaalde situatie. Is op dit moment belangrijk voor het collectief de vissen. Ja, er moet wel controle losgelaten worden. Oké, iemand probeert controle te houden over u, macht te hebben over u, maar er is hier wel een pijnlijke cyclus die gaat sluiten. Heel sterk ram, boogschutterenergie. Iemand wil eigenlijk op avontuur, wil een boodschap brengen, gaat ook een boodschap brengen, maar er moet hier een pijnlijke cyclus tot een einde gebracht worden, nare gedachtes. Negatieve gedachtes. Iemand die een gevoel heeft van, ik heb zoveel mesteken in mijn rug gekregen. Er is mij onrecht aangedaan. En dat is de cyclus die gaat mogen afgesloten worden. Het kan zijn dat je te maken hebt met een zeer sterk vaderfiguur. Of iemand die echt zo wat koud, kil, cool kan overkomen. Geen expressie in het gezicht laat zien. Maar wel zeer veel wijsheid heeft. Het kan misschien zijn dat je te maken hebt... Mocht jij kinderen hebben en je, dat dit de vader is. Maar jullie zijn niet meer samen. En dat er een van jullie kind contact gaat opnemen. We gaan clarify, we gaan zien. Maar er ligt hier ook een boodschap. Kan zijn van iemand die jonger is dan nu. Heel enthousiast op avontuur gaan, flirtberichtjes, enthousiaste boodschappen. Er komt sowieso een boodschap. Voor sommigen onder jullie gaat dat hier om de liefde. Voor anderen onder jullie kan dat hier een kind zijn, een zoon, een dochter. Tel mij meer over schildknaap van staven. Vissen, ik denk dat dat uw energie is. Oké, als je kamp met verslavingen, dan gaat het wel achter u moeten laten. Er is op dit moment stagnatie, vertraging, niet vooruitkomen. Spiritueel wakker worden. Een pauze. Alles vanuit een ander perspectief te gaan bekijken om die emotionele bagage los te laten. Van u af te zetten. Maar het is een beetje... het zijn angsten en onzekerheden. Het kan zijn dat je te maken hebt met een andere vis, hoor. Of met een steenbok-energie. Maar er liggen hier verstrikte gedachten, verslavingen. Fantasiewereld. Er zit hier iemand in een fantasiewereld. Het is verstrikt, het is geobsedeerd. Ah, nee, even kijken. Er gaat een herhaalde patroon moeten doorbroken worden, vandaar deze stagnatie. Je gaat iets vanuit een ander perspectief moeten bekijken, vissen. Er is iets waar jij van bent en ontgroeid en uiteindelijk gaat je wel wegstappen en gaat je naar je emotionele vervullingen gaan, maar er is iets geobsedeerd. Er liggen hier verstrikte gedachten, verslavingen. Angsten, onzekerheden, jaloezie. Even kijken.
gaat iets in balans moeten brengen. Er komt karmische gerechtigheid door en gaat uiteindelijk je levenslessen leren, sowieso. Je gaat een cyclus volbrengen. Je gaat een hoofdstuk kunnen afsluiten, sowieso, maar je gaat even naar jezelf moeten kijken, heb ik het gevoel. Een pauze nemen. Alles vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Kan gaan met een bepaalde persoon of het kan uw energie zijn. Want er is iets obsessief. Vertel mij meer over de duivel. Er is een herhaalde patroon. En dit mag eigenlijk doorbroken worden. Vandaar dat je alles vanuit een ander perspectief gaat bekijken om uiteindelijk die patroon, die cyclus te doorbreken. Maar er zijn nog wat angsten en onzekerheden. Kunnen gaan over traumatjes. Dingen van vroeger die even allemaal naar boven komen. Waardoor jij nu op dit moment op een kruispunt staat. Gaat een keuze moeten maken. Gaat ervaring moeten opdoen. Ga op ontdekking om beter uw keuze te kunnen maken. Dus je staat wel effectief op een kruispunt. Dus als er iemand contact gaat opnemen vanuit een vurige, flirtige manier, kan er inderdaad wel een soort van seksverslaving zijn tussen jullie. En dit is iets wat dat van vertraging brengt. Dit is iets wat je vanuit een ander perspectief gaat moeten bekijken. Want er is sowieso iemand die contact gaat opnemen op een flirtige manier. Maar je gaat iets in balans moeten brengen. Of het kan zijn dat deze persoon alleen maar vertragingen geeft in je dagelijks leven. Kijk, als hij alles vanuit een ander perspectief gaat bekijken, ga jij iets duidelijk zien. Gaat inzichten krijgen. Je gaat iets duidelijk weten. En uiteindelijk gaat het tot je standpunt komen. Waardoor dat jij een keuze gaat maken. Nu staat op een kruispunt. Nu zij aan het denken. Nu zij de u teruggetrokken. Of de andere persoon heeft zich teruggetrokken. Want er is wel wat obsessieve energieën. Iemand kan een obsessief iets niet achter zich laten. Emotioneel. En dit is iemand die terug gaat komen. Of jij gaat terugkomen naar een bepaald... Ik voel dat er hier alleen maar lichamelijke aantrekkingskracht is. Dat een beetje geobsedeerd is, heb ik het gevoel. Vandaar stagnatie. Alles vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Zodat je dan een beslissing kunt nemen. En onderaan hebben we een torenmoment. Er gaat iets verschuiven. Er komt een shockmoment. Ontwaken. Aha. Misschien had je met iemand te maken waarvan het enkel en alleen maar friends with benefits is. En is er nu stagnatiepauze tussen jullie. Er is iets alleen met seks wat ik daarnet voelde. Je gaat wakker worden. Je gaat ontwaken. Kan mijn waterman zijn. Hoeft natuurlijk niet. Het kan een weegschaal zijn, het kan een steenbok zijn, het kan een boogschutter zijn, het kan een schorpioen zijn, het kan een andere vis zijn. Hoeft natuurlijk niet. Maar dit is eigenlijk een cyclus die gaat moeten volbracht worden. Het is een pijnlijke cyclus, maar het kan zijn dat deze persoon, of dat dan misschien uw intenties zijn naar deze persoon om alleen maar friends with benefits te hebben, dat dit u uiteindelijk van stagnatie brengt. Ben jij het niet? Dat is het de andere persoon die alleen maar friends with benefits wilt, alleen maar het seksuele. Maar jij geraakt dan uiteindelijk niet vooruit. Je blijft stilstaan, vertraging. Het zal moeilijk zijn om het los te laten. Deze persoon gaat misschien uiteindelijk wel weer een verzoening willen. Er zijn strubbelingen. Nog geen boodschap. Kijk, na een 10 komt altijd een nieuw begin. Ik heb het gevoel dat het op dit moment heel moeilijk is om het los te laten. Struggelen, als de ene kant wil het, je wil het niet, je wil het wel, je wil het niet. Maar je gaat uiteindelijk een pijnlijke cyclus tot een einde moeten brengen. Zodat er een nieuwe kans kan binnenkomen. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Het is allemaal chaos nu op dit moment in de lente. Maar heb vertrouwen, er gaat opnieuw inspiratie komen. Het is allemaal verwarrend, niet doelgericht.
Uw aandacht is een beetje verdeeld. Er is wel wat mentale onrust, waardoor dat het op dit moment niet gemakkelijk is. Dus probeer echt wel vertrouwen te hebben. Hij gaat hier wel uitgroeien en hij gaat opnieuw tot bloei komen. Mocht je op dit moment uw ideeën kwijt zijn of uw inspiratie kwijt zijn, het gaat terugkomen. Heb vertrouwen in uzelf. Er liggen nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Ik heb het gevoel dat er hier duidelijkheid gaat komen, helderheid gaat komen. Maar er is iets wat dan niet losgelaten kan worden. Het kan zijn dat jij een bepaalde persoon niet kan loslaten of de andere persoon kan jou niet loslaten. Kijk nog steeds terug op jullie connectie eigenlijk. En hier hebben we opnieuw de duivel energie, verslavingen, obsessie, manipulatie, verleiding, seks, geheimen. Het kan zijn dat deze persoon u in het verleden misschien heeft bedrogen met een derde partij en dat dit is wat je niet kan loslaten en dat dit de pijnlijke cyclus is die je tot een einde gaat moeten brengen. Of je hebt te maken met een bepaalde persoon en dat deze persoon, uw persoon, friends with benefits had. Nee, maar dat resoneert natuurlijk. Het is soms niet altijd gemakkelijk om die energie een beetje te onderscheiden. Ja, je hebt sowieso te maken met een soulmate. Het is niet altijd gemakkelijk. Iemand kan iemand niet loslaten, omdat de liefde eigenlijk wel krachtig was. Er was wel een harmonische liefdesrelatie. Een band die elkaar kon helpen groeien, maar iemand is in de fout gegaan. Het kan zijn, als deze persoon gaat terugkomen, dat deze persoon u gaat proberen te misleiden. Dus neem uw kracht terug. Take back the power you gave. Er is hier iets. Iemand kan u niet loslaten of jij kunt een bepaalde persoon niet loslaten. Alleen je weet te veel strubbeling, bedrog, verslaving, obsessie, verleiding, manipulatie, beperkingen, trauma's. Kruispunt, geen keuze kunnen maken, maar er gaan hier levenslessen geleerd worden. Er gaat hier een cyclus afgesloten worden, waardoor dat er een nieuw begin ligt. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, helderheid, duidelijkheid, waarheid. Vertel mij meer over de keizer, de emperor. Ook wel heel sterk schorpioen boogschutter energie hoor. Uiteindelijk is dat iemand die... Het kan zijn dat je te maken hebt met een vaderfiguur. Of gewoon met een ram. Iemand die zeer, zeer mannelijk is. Wijsheid heeft, stabiel in het leven staat, grenzen aangeeft, graag macht en controle heeft. My way is the highway. Iemand die een hoge functie kan hebben. Het verleden kan hier niet losgelaten worden. Het is een soulmate connectie, maar er wordt hier wel geduld gevraagd. Geduld, balans, emotioneel, spiritueel, lichamelijk, mentaal. De vruchten gaan hier wel van geplukt worden, maar er moet hier een cyclus afgesloten worden. Ah ja, dit is een toermoment. Dat was van de reading, hè? Dat ik het nu zelf niet meer weet. Ik ga het laten liggen, want ik ben nu niet meer zeker of dat nu van mijn dek was. Nu ben ik dat vergeten. Oké, maakt niet uit. Je gaat een boodschap krijgen vanuit het verleden. Het verleden komt terug. Er moet balans komen. Er ligt sowieso een verzoening. Sowieso. Maar ook verleiding. Dat is te veel. Ziet iets met manipulatie. Iemand wordt hier wel gemanipuleerd.
Er is iets geheim. Oké, als je te maken hebt met een ram, want ik heb hier heel duidelijk ram, ligt hier eigenlijk iets geheim. Er mag hier iets niet geweten worden. We zitten nu ook in de ramseizoen. Maar er mag hier iets niet geweten worden. Kijk, mocht er op dit moment een separatie zijn tussen jullie, dit is iemand die eigenlijk wacht op jullie telefoontje, op jullie bericht. Maar jij moet in balans blijven. Jij wordt goddelijk gestuurd. Maar er wordt hier geduld gevraagd. Dus we hebben hier twee keer de kaarten van geduld. Er wordt hier echt geduld gevraagd. Maar ze willen mij precies niet vertellen wat dat hier niet geweten mag worden. Het is sowieso een rampersoon, maar we zitten ook in de ramseizoen. Het kan zijn dat je nog niet weet dat er iemand vanuit het verleden contact gaat opnemen. Om iets te healen, om iets in balans te brengen. Waar zij op zoek naar antwoorden. Je gaat die duidelijkheid ontvangen. Problemen gaan opgelost worden. Er kan hier wel uiteindelijk een afsluiting liggen vanuit het verleden. Maar er gaan hier wel gesprekken moeten plaatsvinden. Als er iemand kampt met beperkingen of trauma's, dan gaat dat dit wel moeten geheeld worden. Want er ligt hier wel een healingproces. Geduld, verzoening. Waardoor de vruchten ervan gaan geplukt worden. Zielsverbinding. We hebben hier wel soulmate connectie, zeer sterke soulmate connectie met een zielsverbinding. Deze zielsverbinding wilt een verzoening. Wilt uiteindelijk iets uitklaren. Iets uitwerken. Iets oplossen. Maar er moet eerst een pijnlijke cyclus afgesloten worden. Er moet hier eerst een pijnlijke cyclus afgesloten worden. Maar op dit moment is er zoveel vertraging. Maar zoveel vertraging. Waardoor dan drie frustraties liggen. Iemand wil een verzoening. Maar iemand probeert ook gewoon de controle vast te houden. Dat is wel veel te veel. Is het liefdesleven tussen jullie geblokkeerd omdat er geen balans is? Er moet balans komen. Iemand zit op dit moment bevroren in een gebaal in een bepaald gebied. Dit kan de keizer zijn. Er is hier niet genoeg geheeld waardoor de emoties niet kunnen geuit worden. Iemand heeft iemand in zijn rug gestoken. En het is allemaal chaos. Het is niet doelgericht. Verdeelde energie. Er kan hier niet losgelaten worden. Er zijn hier twijfels, strugglingen. Maar er ligt hier een transformatieproces. Er ligt hier een transformatieproces. Iemand gaat uiteindelijk veranderen. Ga dingen loslaten. Wilt veranderingen. Wilt veranderingen doorvoeren. Maar daar ga je zoveel geduld moeten gevraagd worden. Want er moet hier geheeld worden. Verwerken. In balans komen. Maar er is verdriet, treuren. Nog steeds kijken op de connectie. Het verleden die terugkomt. Misschien hebben er kinderen mee te maken. Deze persoon zit eigenlijk in een spirituele groei.
Dit is iemand met de duivel-energie. Dit is iemand die eigenlijk goddelijk wordt gestuurd, die bewust gaat worden van de trauma's. Die bewust gaat worden van de manipulatie. Misschien heb jij het meegemaakt met manipulatie. Iemand heeft die alleen maar gebruikt voor de seks. Dit is iemand die aan het struggelen is, maar deze persoon gaat wakker worden. Deze persoon gaat bewust worden om dan uiteindelijk samen iets te healen. Iemand gaat wakker worden van jullie connectie. Dat kan nu nog in de ramsseizoen gebeuren. We hebben maandag een zonsverduistering met de nieuwe maan. Er gaat heel veel opklaren. Mercurius is retrograde. Dus alles hervoelen, herzien, herdenken, herevolueren. Alles met her. Alles terugkeren. En deze persoon gaat aligned worden. In harmonie, in balans, spirituele groei, goddelijk gestuurd, bewustzijn, maar geduld. Dit is iemand die wakker gaat worden. En ik weet nu niet of ik die toren er net heb uitgehaald of dat hij van de tech is gevallen. Maar dit is iemand die innerlijk wakker gaat worden om dan uiteindelijk een pijnlijke cyclus vanuit de maai te kunnen afsluiten en levenslessen te leren. Iemand gaat wakker worden. Het kan zijn dat het uw persoon is, want er is duidelijk iets gebeurd tussen jullie. We gaan even kijken welke liefdesboodschap we mogen ontvangen. Ik heb heel sterk weegschaal, vis, steenbok, schorpioen, boogschutter, ram, heel sterk. Wat heb ik hier nog? Ja, dat zijn wel de sterkste tekens die nu naar voren komen. Welke liefdesboodschap voor de vissen in verband met deze reading? Een liefdesboodschap voor de vissen in verband met deze reading? The butterfly. Relationship evolving to the next phase. Healing the inner child, growth. Ja, dat zijn trauma's. Healing. Er moet hier echt geheeld worden als dit kan gebeuren tussen jullie. De fases, pijnlijke cyclussen kunnen afsluiten. De emotionele bagage afsluiten. Alles vanuit een ander perspectief bekijken. Eerlijk communiceren. De vruchten daarvan plukken. Vertrouwen hebben. Dan kan hier echt wel een volgende fase tussen jullie liggen. Groeiproces. Maar iemand moet uiteindelijk het innerlijke kind gaan healen. Trauma's, beperkingen. Zo, vissen. Ik hoop dat deze reading... Want kijk, hier onderaan passie. Er is heel veel passie tussen jullie. Wellustige seksleven. Actief seksleven. Verlangens. Seksuele verbinding. Waarvan er niet zoveel emoties zijn eigenlijk. Maar daar kan wel echt verandering in komen. Want er wordt hier veel te veel controle vastgehouden. En we hebben hier te maken met warmte en bevroren. Voor mij is dit de liefde, de passie. En dit is voor mij eigenlijk het niet tonen, de liefde. Dus dit is niet in balans. Er is wel duidelijk balans nodig in deze connectie. Zo, vissen, ik hoop dat deze reading duidelijkheid heeft mogen brengen, dat je antwoorden hebt mogen vinden. Ik ben jullie super hartelijk dankbaar voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. En ik wens jullie nog een fijn weekend toe. Bye bye.